Het is een uniek gebied omdat het onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. En dat betekent dat het een hele belangrijke verbindingszone is tussen Oost-Twente en Duitsland. Met een boswachter het veld in was één van de activiteiten tijdens de open dag. En een groep loslopende ponies vond de wandelaars net zo interessant als de groep de ponies. Veel mensen waren al eens bij de Nieuwe Beek geweest. Maar zo achter de schermen een kijkje nemen is toch wel erg leuk. Nou, voor de waterbeheersing in en rond Almelo, dat wist ik wel. Maar verder details, ik ben geen deskundige natuurlijk. Het is wel leuk om dat te horen. We fietsen er geregeld langs. En ik had er een paar keer een excursie meegemaakt op diverse plekken. En wat vindt u ervan, van dit hele project? Ja, ik vind het een heel goed project. De natuur en terug hier. En de veiligheid. Meneer, samen met de kinderen, schepnetjes, laarzen aan, toch maar even een dagje doorbraak kijken? Ja, zeker, zeker. We wonen hier vlakbij. En al jarenlang zijn ze hier druk bezig. En dan willen we toch even kijken wat het resultaat is. Nou, en toen hoorden we dat we met schepnetje mochten. Nou, dat wilden de jongens natuurlijk graag eventjes proberen. Ja, want daar zijn we al regelmatig langs gewandeld met wat we hebben gezien. Dus al wat gezien hebben. En we fietsen ook heel veel. Dus we komen iedere keer nieuwe stukken tegen. En nu dacht u, nu mag ik erin en die kans moet ik grijpen? Ja, we dachten even kijken of we nog wat verder kunnen. De open dag was een succes. En misschien zit tussen de bezoekers wel een toekomstige beheerder van dit gebied.